Hallo en welkom bij het uitlegfilmpje van het cassettetoilet. Het serviceluikje gaat open. Hoe gaat die open? Knopje indrukken. Alle twee tegelijk. De gele hendel omhoog. Toilettank eruit halen. Je kan de toilettank ook vervoeren met de twee wieltjes. Hoe leeg je dit toilet? De gele dop. Draaien we eraf. In het toiletgebouw heb je een plek waar je dit kan legen. Knopje niet vergeten in te drukken. En zo leegt u het toilet. Moet het blauwe vloeistof er nog bijgevuld worden, dan kunt u de schuif eraf halen. Deze gele dop draaiknop omdraaien. De blauwe vloeistof gooit hier een scheutje in. Deze is weer dicht. En u ziet aan de pijltjes dat het schuifje weer goed teruggeplaatst is. Gele dop er weer op. Tank weer terugplaatsen. Bij de Deadless Seajoy 480, een van onze verhuurcaravans, heeft u geen apart vulsysteem voor het spoelwater. Je hebt hier namelijk één centrale watertank. En daar wordt het spoelwater ook uitgehaald. Dus het zogezegde roze en blauwe vloeistof. Alleen het blauwe vloeistof heeft u nodig en het roze vloeistof niet. Dankjewel voor het kijken voor het filmpje.